We gaan nu voor 5 plus een geoliede machine doen. En dat zijn verschillende proeven. En dat begint met olijfolie en zonnebloemolie. En dat doen we dan in de reageerbuis. Dan gaan we kijken of die gaat uitzetten of krimpen bij 5 graden of bij 80 graden. Dan gaan we eerst 2 reageerbuizen gaan we vullen met olijfolie en met zonnebloemolie. Dat hier gedaan op ongeveer gelijke hoogte. En dan staat bij Z staat hier en bij kamertemperatuur en bij O komt het vloeistof niveau tot hier. Dat had ik erin geschonken. Zet even een streepje neer. En nu gaan we dit in ijswater zetten. Dan gaan we kijken of de temperatuur. Ja, dan wordt de temperatuur natuurlijk lager, die moet onder de 5 graden zijn. Dan gaan we kijken in de hoek hoe verder dat gaat krimpen. Dan hebben we de ijsrem nodig. Dan gaan we kijken in hoe ver het gaat krimpen. We hebben nog een klein beetje ijs bij. Is precies 5 graden. De olie is helemaal ondergedompeld in het ijswater. Nou, het zat nu een tijdje bij 5 graden. Gaan we kijken hoeveel regio's gekrompen zijn. Ja, je ziet al dat ze nu duidelijk onder het streepje zitten. Ik moet die streepjes niet zetten, want het is nat. Bij olijfolie was het 11,6 en het wordt de kamertemperatuur en het wordt 11,4. En bij zonnebloemolie wordt het 11,2 en dat is dan 11,0. En nu gaan we kijken wat er gebeurt als je het nou in de beekglas doet van 80 graden. Nou, ik heb al de waterkoker aangezet. Het ijswater is 5 graden. Ja, zelfs 4 graden. Het water uit de waterkoker
En nu loopt de temperatuur op. Oppas dat ik mijn handen niet brand. 85 graden. Nou. Een stuk warmer. Moet eigenlijk 80 zijn. Nee. We gaan kijken wat, hoe ver de olie gaat uitzetten. Nee, je kan nu duidelijk zien dat de olie van de olijfolie is gaan uitzetten. De kamertemperatuur beneden was 5 graden. En van zonnebloemolie is ook heel duidelijk gaan uitzetten. Het scheelt ook weer de 2-3 mm. Zonnebloemolie is nu 11,5. En olijfolie is nu 11,9. Dus hier de antwoorden. Olijfolie is bij 5 graden 11,4, bij kamertemperatuur 11,6 en bij 85 graden is het 11,9. Zonnebloemolie 11,0, bij 5 graden bij kamertemperatuur 11,2 en bij 80 graden 11,5. En de vraag wordt gesteld, welke olie zet het minst uit bij de temperatuurverhoging? Nou, in ons geval olijfolie wordt 0,3 centimeter hoger en zonnebloemolie ook 0,3. En welke olie krimpt het minst bij temperatuurverlaging? Nou, wij hebben ook allebei een verschil van 0,2. Maar het goede antwoord zou moeten zijn, geval 1, zonnebloemolie. Want zonnebloemolie zet het minst uit bij een hogere temperatuur. Deze olie kan je best gebruiken in de zomer. Als de temperatuur hoger is. Olijfolie krimpt het minste bij een lage temperatuur. Deze olie kan je dus best gebruiken in de winter. Ik heb nu 3 reageerbuizen. Eentje met water. Die heb ik bijna helemaal tot de top gevuld. Een doptrop. Eentje met zonnebloemolie. Die van net heb ik een beetje bijgevuld met zonnebloemolie. En eentje met stroop. En die laatste twee moet ik eventjes dicht tapen. Want ik ga nu een viscositeitsproef doen, ofwel stroperigheid. En dan wikkelen we een beetje tape eromheen. Er zit dus wel een heel klein beetje lucht in. Het is een stroop. Komt hier gewoon die stroop van die op de pannenkoeken doet. En dan hebben we ook nog een eentje met zonnebloemolie. Dat is dicht tape. Deze band.
En moeten we de tijd meten. En dan moet ik het tikken omdraaien. Ja hoor. En hiermee gaan we dus de stroperigheid testen. 3, 2, 1, start. Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. 16, 0, 6. Zo, exacte tijd. 16. 06. Nou, dat is. Maar ik heb. Nu gaan we het zelf doen. Dan gaan we de luchtbel kijken hoe lang het duurt voordat de luchtbel van boven naar beneden is. Hier zit de luchtbel in. Alleen je kan het nou niet zien, omdat ik het heb afgetaped. Maar nu gaan we precies dezelfde proef doen. Even op 0 worden gezet. Zeg maar. Oh ja, 3, 2, 1. Start. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. 15, 5, 9. Dat is een beetje vergelijkbaar. 15, 5, 9. En nu gaan we de proef doen met stroop. Ja, omdat de stroop zo vreselijk traag gaat. Kijk, er zit hier bovenin een luchtbel. Doe het gewoon 2 keer en dat doen we dan keer 5. En dan heb je ook 10 keer. Dus 3, 2, 1. Start. Start. Ja, als die stroop heel warm zou zijn, zou het weer sneller gaan. Terwijl als die stroop koud is, dan gaat die luchtbel weer langzamer naar boven. Dit is 1. En dat is 2, stop. 10744. 107. Nou, dat hebben we gewoon 2 keer gedaan. 2 keer 5. Ik moet even uitrekenen hoeveel seconden dat is. Maar je kan duidelijk zien dat water en zonnebloemolie hebben bijna dezelfde viscositeit. Ja, ik zou denken dat zonnebloemolie wat viskeuzer zou zijn. Maar stroop is veel trager. Dat is 67,44 keer 5 seconden. We gaan nu de viscositeit bepalen door te kijken hoe snel het water of de luchtbel van beneden naar boven gaat. Dus dan ga ik de reageerbuis zo in de weer houden. En als de luchtbel boven is, draai ik hem om. Dat doe ik dan 10 keer. 3, 2, 1. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. 12,35. 12,35. Dat is net ook. Nu doen we nog een keer, maar dan met de zonnebloemolie. 3, 2, 1, gaan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. 14,06. Ja, bij olie doet het ietsjes langer dan. Nee, 14,06. Nee, je kan toch wel een verschil zien, want die proef hebben we een paar keer gedaan.
dat water heeft 2 keer 1235 nodig voor 10 keer die luchtbel naar boven laten komen. En zonnebloemolie heeft er 1441 en 1406 seconden voor nodig. Dus zonnebloemolie is wat stroperiger, wat viskeuzer.